Hey Nico, here's Baltas. Ik kan het tegen jou in het Nederlands zeggen. Guys, sorry, this is for Nico, a small explanation that he can always go back to this video if he forget how it works. Yes. Nico, ja, yeah, hoe werkt dit? Ik zal je het uitleggen. Dit zijn patches. Hè? En dit zijn de kleurige. Dus deze is onder deze switch. Deze is onder deze switch. Deze is constant aan. Dus je doet het ook zonder dat je hem switcht. Daarboven heb je eigenlijk een filter. En hier heb je een delay met een input en een output. En in het midden de synth voice out. Dus deze engine die komt hieruit. Dus dan kan je hier vandaan naar een delay of naar wat anders. For example, bijvoorbeeld, we doen hem in een delay. En dan maak ik dus van de delay input naar de synth output een patch. En dan hebben we de patch bay. Nou, de patch bay die werkt eigenlijk heel simpel. Dit is constant. Dus dat hij het altijd doet zonder te drukken. Je hoort verschillende lagen in geluid. Dit is hoog. Dit is lager. En natuurlijk kan je die allemaal tweaken. Delay kan je nog heftiger maken natuurlijk, als je wil. Maar je kan hier dus meerdere geluiden in gebruiken. Het is niet dat je er één hoeft te gebruiken. Het is dus, als je deze zal mixen, dus als ik deze zal stacken, dat je dus twee hebt, dan heb je gewoon twee geluiden die tegelijkertijd hoort. Nu hoor je eigenlijk twee. Aan de andere weg drukken door de modulatie. Dus dat is dat zwarte, deze. Die is dus constant. Die andere twee, die zijn alleen als je hem drukt. Dus dat is deze op deze en deze op deze. Ik zet hem even aan. Dan kan je het muzikaler maken als je het wil. Op een ritme of iets wat je bespeelt. Nou hoor je niks, alleen als je drukt. Met de knoppen spelen. Heel hoog. Oké, met je delay dan kan ik ook geen ding mee doen. Wordt hij een beetje psychedelic van? Like this is one of the, here is only one from, that's why I make this video. Er is maar eentje van. Dan hebben we de part, de LDR, de lichtgevoelige sensor met de switch aan of uit. Ja, die kan je gewoon, als je hem hier constant weer aandoet. Of helemaal uit. Je kan ook hier dus, er zit een jack boven, daar kun je een cv in gooien. En de cv, daar zit een factor in die dan de LDR zegt wanneer die je hem door moet laten of niet. En dan krijg je, kan je dus meedoen met de klok of met ritmes of met andere dingen in je setup. Dan zit er een filter in. De filter is heel erg gebaseerd op zelfoscillatie. Ik zal hem even laten horen, want ik wil naar de output gaan. Hoor je? Hier hoor je hem al. Heel dik. Ik moet er niet te lang mee spelen, dan wil ik hem niet meer wegdoen. Nee, joh, weet je gek. Ja, morgen kom je hem halen. Als alles goed is, ik denk het wel. Deze is in ieder geval klaar voor de start. Ik zet er weer wat bananenstekkers bij. En je kan weer rammen.
Hou je rustig, Nico. Doei.